Dreverhaven smeekt u toe te steken, maar u hebt het niet gedaan. U bent naar buiten gelopen. U hebt Dreverhaven levend achtergelaten. Ja. Onzin. Het is de waarheid. Komt u even mee. Dreverhaven werd gisteravond, vlak voor middernacht, gevonden door zijn advocaat. Niet op de zolderverdieping, maar op de vloer van de begane grond. Met het mes in zijn buik en een gebroken nek door een val van de bovenste etage. Getuigen hebben meneer Katadreuffe gisterenmiddag om 5 uur zien vertrekken. Dit toont aan dat de fatale verwondingen zeker niet voor 11 uur 's avonds zijn veroorzaakt. Ik denk dat meneer de waarheid spreekt. Meneer Katadreuffe, wat denkt u dat er in de tussenliggende tijd is gebeurd? U denkt aan een ongeluk. Jan? Zo de mythe, wat zie jij eruit, man? Ik zit hier al de hele nacht. Ik wou naast te denken dat je iets stoms gedaan had. Meneer. Oh, dan heb ik nog iets voor u. Voor u persoonlijk gebracht door de advocaat van Dreverhaven. Aan Jacob Willem. Zijn lijst, van zijn huizen, de bank, zijn hele bezit. Dat is alles. Dat is alles? Je wordt verdomme kapitalist. U had misschien iets meer verwacht? Niet van hem. Ik wens u het allerbeste. Goedemorgen, zeg. Som van de geschatte waarde 320.000 gulden. Gelieve spoedig contact op te nemen met een advocaat, bla bla bla, hoogachtend AB Dreverhaven, deurwaarde. Nee, staat er niet. Gelieve spoedig contact op te nemen met mijn zaakwaarnemer, meester Schuwacht. Hoogachtend,